De allerlaatste renovatiewerkzaamheden. En dan is ook de voetgangerstunnel vanaf dit weekend weer helemaal spik en span. Daarmee komt er een einde aan 3 jaar lang werkzaamheden aan deze monumentale grande dame. Nou, we zijn ontzettend trots met het bereikte eindresultaat. Het is de laatste van de 4 tunneldelen die we dan morgen terug gaan geven aan de Rotterdammer. Na de autotunnel, de fietstunnel, is dan nu ook de voetgangerstunnel klaar. De renovatie en restauratie van dit mooie project is afgerond. We zijn ontzettend trots met het bereikte eindresultaat. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de renovatie kwamen er allerlei, spreekwoordelijk gezegd, lijken uit de kast. We hebben PCB's in het plafond gehad. Dat hebben wij moeten wegschuren. Dat zijn gevaarlijke stoffen. Zonder dat de stof vrij kwam. Dus er is weer een machine ontwikkeld. Speciaal voor deze tunnel om dat weg te schuren. Je komt andere dingen als asbest tegen. Er vallen gaten in de wand waar je niet verwacht dat de gaten zitten. Dat soort dingen kom je tegen. En ja, dat moet je ter plekke gaan bedenken om op te lossen. Ondanks deze verrassingen is de gemeente toch binnen de tijd en het budget gebleven om de Maastunnel te renoveren. En heeft er zelfs een herinnering aan het verleden aan toegevoegd. Ja, echt de allerlaatste hand wordt eraan gelegd. En dan is hij toch echt af. De renovatie van de Maastunnel Rotterdam. Een icoon natuurlijk. Ja, de allereerste tunnel was het ooit in Europa die afgezonken is naar de bodem in verschillende delen. Om dan uiteindelijk een prachtige tunnel te worden. Het had een feestje moeten zijn natuurlijk nu. Ja, nu ook zelfs de voetgangerstunnel klaar is. Als je er doorheen gaat, let dan eens even op. Bijvoorbeeld, er zijn wat dingen toegevoegd. Zoals hier. Hier staat nummer 9. De tunnel bestaat dus uit 9 verschillende delen dat die is afgezonken. Nou, een beetje ongeveer nu waar je zit in de tunnel. Aan de zuidzijde vind je hier tunneldeel 9. Hier op archiefbeelden zie je de tunnel in de jaren 30, waar de delen worden afgezonken naar de bodem. Dat de dame nu weer gerestaureerd is, had uiteraard een groot feestje moeten worden. Zodat iedereen er weer, net als toen, massaal gebruik van kon maken. Ja, dit is hartstikke zonde dat de coronatijd dat allemaal niet toelaat. We hebben wel een mooi feest kunnen vieren bij de autotunnel. We hadden graag ook met z'n allen nog een leuk feest gevierd bij de opening van de voetgangerstunnel. Maar het is helaas nu niet mogelijk en dat snappen we ook met z'n allen. Zie ik daar nu mijn voetstap staan? Woeptie!